Het volgende programma-onderdeel is een stand van zaken voor wat betreft het ORK, het ontwikkelingsprogramma regionale keringen. En daarvoor gaan Ferdy Timmermans en Henk van Hemert van de STOA u nader informeren. Mensen, het is onze waan genoegen om jullie de stand van zaken van het ontwikkelprogramma regionale keringen te mogen presenteren. Ik ben Henk van Hemert en samen met de begeleidingsgroep techniek werken wij aan technisch inhoudelijke vraagstukken binnen het ontwikkelprogramma. En omdat Ferdy en ik zoveel op elkaar lijken, ik ben in het rood en ik ben in het blauw. Dus en ik ga samen natuurlijk met de begeleidingsgroep visie over de ontwikkeling van beleidsvraagstukken. Mijn naam is Ferdy Timmermans. Maar we werken heel veel samen, techniek, beleid. Dan weer de bal naar ons, dan naar hun. Continu pingpongen. Ja, we stemmen heel veel op elkaar af. Echt waar. Zoals ons kapsel is op elkaar afgesloten. Niet alleen van vandaag, maar bijhouden. Zo is het. Ik ga even vertellen hoe we dit programma onderdeel gaan doen. Zoals net al gezegd is, wij gaan vertellen waar KORK, ontwikkelprogramma regionale kering, waar dat precies staat. Waar zijn wij in ons proces? We zijn allemaal net hier binnengekomen. Dat is waar een bosse bol achter te kiezen. Maar toch, we moeten allemaal nog een beetje opwarmen. Dus wij hebben gedacht van laten we dat nou op een zodanige manier doen. Dat we beide hersenhelften, dus zowel de analytische als die wat meer associatieve, dat we die aanspreken. Dus we hebben een verhaal voorbereid. Maar we gebruiken daarbij allerlei verschillende foto's en plaatjes. En aan de hand van die plaatjes vertellen we eigenlijk ons verhaal. Hoe waren we? Ja, ik ga er wel eens beginnen. In de eerste plaatje, de slag bij Chatham, Michiel de Ruiter. Zou iedereen moeten kennen, maar een belangrijk waterfeit in de Nederlandse historie. Ook, kent iedereen trouwens? Even checken. Wie weet waar dit over gaat? De slag bij Chatham, oftewel de Dutch Raid. Echt een heel bekend Nederlands waterfeit. Staat in ieder geval in de vaderlandse kaart. ORK staat nog niet in de vaderlandse kaart, maar ORK heeft wel belangrijke wapenfeiten al bereikt. We zijn in 2015 begonnen en in de derde fase van ORK is in 2015. We hebben enkele wapenfeiten bereikt en in het komende half uur willen we jullie enkele van die wapenfeiten vertellen, maar we kijken niet alleen terug. Nee, natuurlijk niet. Je wil ook weten wat ligt er voor ons. Mag ik het volgende plaatje? Nou, hier zien wij André Kuipers, die zich oriënteert op verre horizonten. En dat is dus wat dit komende half uur ook aan opkomt. Maar dan natuurlijk ORK gerelateerd. Dat snap ik. Neem ik aan. Ik denk dat ik gelijk nog een plaatje doe. Nee? Ja. Waar zou dit nou weer over gaan? Een leuke bijkomstigheid van ORK is dat het de mogelijkheid biedt om allerlei woorden te vormen met afkortingen. Dus bijvoorbeeld de visie ORK, dat is een vork. En je zou kunnen zeggen, dit is de kennisdag ORK, dus dit is de KORK. Nou, we hebben Robin, dat is onze secretaris. Robin, de SORK. Nou, we hebben Ludolf, die is hoofd ORK. Oh nee, die is ook nog maar er is ook nog iets anders, er is ook nog een programmaplan ORK. En als het verhaal vanochtend nou toch iets te ingewikkeld voor sommigen van jullie is, die wat meer die analytische hersenhelft hebben en die associaties van ons hier nog mee kunnen maken, geef niks. Je kan het hier allemaal nog in nalezen en ze zijn beschikbaar. In ieder geval zou ik ergens een stapeltje liggen. Dus in ORK, programmaplan ORK, kun je alles nog eens rustig nalezen. Maar goed, dus in het programmaplan wordt beschreven wat we aan het doen zijn. En daarmee borgen we in zekere zin de samenhang tussen visie en techniek. Maar voor ons is niet alleen die samenhang zelf zo belangrijk. Het gaat ook om dat we goed bekendmaken waar we aan werken. Dus we hebben ook het hele programma waar we in ieder geval vanuit techniek aan werken samengevat in één grote A3. En dat A3 beschrijft allereerst de kennisvragen met dan de onderzoeken of de activiteiten die we doen. En de behaalde resultaten of de resultaten die we nog denken te gaan behalen de komende anderhalf jaar. Maar we geven ook aan wat dan van die resultaten heeft wel de impact zou kunnen zijn. Wordt het dijk er hoger door of breder of mag je andere kleisoorten gaan gebruiken, et cetera.
En we geven er ook nog weer bij aan van wat is dan de rijkwijde van dat soort kennis. Gaat het om de stabiliteit van droogtegevoelige kaden of de hoogte van rivierkeringen? En tenslotte geven in dat A3'tje dan ook nog aan de planning aan. Dus wanneer al die resultaten dan idealiter beschikbaar zullen zijn. En daarmee bieden we als het ware een heel goed overzicht van wanneer weet je nou welke kennis er op je afkomt. En dat lijkt ons voor de beheerders en het bevoegd gezag goed om dat in je projecten rekening mee te kunnen houden. Hoe je daar in die projecten rekening mee houdt, daar zeggen wij helemaal niks aan. Dat is gewoon de verantwoordelijkheid van de beheerders en de provincie zelf. Leuker kunnen we dat niet maken, maar we kunnen in ieder geval goed bekendmaken waar we aan werken met z'n allen. En om dan een paar voorbeelden te noemen. We werken aan ontzettend puur technische onderwerpen. Hoe maak je een stabiliteitsanalyse met eindige elementenmethode? Maar soms gaan we ook wat meer richting, hoeveel vervormt een dijk dan? Of onderwerpen die een beetje aan de normering raken. En dat is dan weer interessante input voor discussies in de begeleidingsgroepvisie. Zeker, dan krijgen wij die informatie weer aangereikt. En dan gaan we er wat dingen mee doen. Maar waar zou dit plaatje nou over gaan? Dit gaat over hoe hoog leg je de lat, hoe hoog wil je die lat leggen? Nou, en wat is dat anders dan normeren? Daar gaat het uiteindelijk over hoe hoog je de lat legt. Normeren is, als je kijkt naar zeg maar die beleidsagenda, is eigenlijk een van de belangrijkste onderwerpen, wij noemen dat eigenlijk sporen, een van de belangrijkste beleidssporen waar we in deze fase van ORC aan werken. Daar zitten heel wat vragen achter en onder, vragen die natuurlijk deels ook voortkomen uit datgene wat er in het primaire systeem is gebeurd. Zoals bijvoorbeeld de vraag die door sommige bestuurders ook is gesteld, moeten we bij regionale keringen ook niet een normering gaan baseren op overstromingsrisico's. Nou, gelukkig zeggen de mensen die er echt verstand van hebben dan gelijk, ho, daar moeten we even heel goed over nadenken. Dus daar is nog niet de knoop over doorgehad, maar het is wel een vraag die op de tafel ligt en die door de begeleidingsgroep Visie, samen met natuurlijk iedereen die daarin mee wil denken, wordt beantwoord. En zo ook vragen die gaan over de risico's voor slachtoffers als een regionale kering onverhoopt zou bezwijken, zijn er gebieden in Nederland waar je dan ook werkelijk te maken hebt met slachtoffers. En wat is eigenlijk die kans dat dat gebeurt? Want straks hebben we het primaire systeem heel veilig en dan zouden we het regionale systeem, daar zouden we de grootste risico's op sommige plekken lopen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus dat zijn wat voorbeelden, even, hij moet even kantelen, waar wij wat dat betreft mee bezig zijn. Als wij dan als beleidsgroep zeg maar die afweging hebben gemaakt, ja, dan gaan we natuurlijk niet zeggen, pats boem, dat is het. Dan willen we het wel weer even graag bij de echte deskundigen neerleggen, Henk en zijn maten, wat die er nou eigenlijk van vinden. Henk. Ja, want binnen techniek speelde die discussie ook. Hè. Die overstap van de overschrijdingskans naar de overstromingskans, moeten we die maken? Hebben we wel geconstateerd dat er grote verschillen zijn tussen het primaire systeem en het regionale systeem, waardoor het niet per definitie logisch is om diezelfde stap te gaan maken. Dus we hebben gekeken, wat zijn nou technisch inhoudelijke argumenten om die relevant zijn bij de besluitvorming van zo'n overstap. En wat Ferdian noemde, we hebben eerst geïnventariseerd van zijn er nou gebieden waarbij de regionale beveiliging eigenlijk de veronderstelde veiligheidsniveau van de primaire keringen ondermijnt. En er zijn een paar van die gebieden in Nederland. Maar dat kun je ook oplossen door voor die gebieden gewoon een hogere overschrijdingsnorm te eisen. In plaats van dat je daarvoor die overstap hoeft te maken. We hebben wel geconstateerd dat alle gegevens die je nodig zou hebben voor zo'n overstap, hè, of het is om die benadering toe te passen voor regionaal, dat die gewoon allemaal beschikbaar zijn. Dus qua gegevensvoorziening zou het gewoon moeten kunnen. Maar het blijft nog steeds wel erg de vraag, wat is nou eigenlijk het nut om zo'n overstap te maken, gegeven al die verschillen tussen het regionale en het primaire watersysteem. Dus we werken nu aan een soort afrondend overzicht van al die argumenten. En die gaan dan weer, die beslissing maken wij in techniek niet zelf. Die gaat dan via visie door naar de stuurgroep. Wat ik nog wel belangrijk vind om daarbij te noemen, kijk, je kunt ook je voordeel doen met bepaalde elementen uit die overstromingskansbenadering zonder dat je de overstap noemt. We zijn bezig met het actualiseren van de veiligheidsfactoren, met name voor de macrostabiliteit. En het idee van dat je zo'n faalkansbegroting openstelt en zelf kunt kijken wat voor een bepaalde kade of een polder een goede faalkansbegroting is. Dat kan ook gewoon binnen de overschrijdingskansbenadering. Dus je hoeft daar die overstap niet voor te maken. En je kunt ook zeggen, ik pak gewoon een paar goede elementen uit de overstromingskansen over. Nou, zo borsten we onze verkenning een beetje op. En zo leveren we dan al dat overzicht weer aan de groep visie.
En als laatste, dus de veiligheidsnormering, wat we er ook een beetje bij nadenken is, wat dan de plek van meerlaagse veiligheid zou kunnen zijn, of systeemwerking bijvoorbeeld. Want dat wordt dan ook in zo'n regionaal watersysteem ja, een andere orde grootte dan dat voor de primaire kering. Ja, volgende plaatje. Meerlaags veiligheid. Dat is een, ook in onze beleidsagenda een hele belangrijke kwestie. Maar nou even de vraag, wat heeft dat met deze Zwolse lekkernij te maken? Nou, er zijn een aantal onderwerpen in onze beleidsagenda. Ze komen zo meteen allemaal langs. Meerlaags veiligheid is de eerste. Waarvan we zeggen van ja, dat is, de vraag is goed gesteld, maar hoe gaan we dat eigenlijk precies doen? Dat kun je niet achter je bureautafel even uitrekenen of bepalen. Dat moet je eigenlijk ervaringsgewijs opbouwen. Dat betekent dat we pilots gaan uitvoeren. En Zwolle, het waterrobuust maken zou je kunnen zeggen van Zwolle, dat is een van die pilots die we gaan uitvoeren. Bij Zwolle is iets heel interessants aan de hand. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het feit dat de oude binnenstad helemaal buitendijks ligt. Zwolle heeft te maken met zowel water wat zeg maar vanuit het ongeveer zuidoosten komt via de Weteringen, maar heeft ook te maken meer vanuit noordwestelijke richting, als het spannend is op de grote rivieren, met water wat van die kant komt. Ja, en hoe gaan we daar dan mee om? Dat betekent dat je eigenlijk wil nadenken ook over, als er dan toch een overstroming van een regionale kering onvermijdelijk is, en dus ook wateroverlast onvermijdelijk is, dan wil je misschien toch nog wel enigszins de regie hebben waar dat dan eigenlijk precies gebeurt. En zodoende zitten er in die Zwolse casus een aantal dingen die niet alleen voor Zwolle, hè, de beheerder en de stad en uiteraard de provincie, heel belangrijk zijn om uit te dokteren. Maar die ook eigenlijk voor alle beheerders elders in Nederland heel interessant zijn. Vandaar dat we over die Zwolse situatie een pilot gaan doen. Gedifferentieerd normeren is bijvoorbeeld ook een ding wat daar gaat spelen. Of dan moet je niet wat meer gaan spelen met die norm. Maar goed, ik ga daar nu niet te veel verder op in, want daar hebben we de tijd nu niet voor. Maar via het ORC-circuit en dus via de STOA kun je altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in dit soort zaken. Het is overigens altijd een kwestie van kosten en baten natuurlijk. Ja, geld. Dat is dan waar het allemaal om gaat. En ook binnen de techniek besteden we aandacht aan kosten en baten. We hebben gekeken, kunnen kaderversterkingen goedkoper worden uitgevoerd? Bijvoorbeeld door alternatieve materialen toe te passen. Verder willen we nog kijken, dat is dan een resultaat van de POF-macro-stabiliteit en overzicht van de grondverbeteringstechnieken. Nou, nog even kijken in welke mate die technieken ook toepasbaar zijn voor regionale keringen. Het gaat ook over kosten. En iets gevoeliger in de interactie met visie. We zijn ook aan het kijken naar de kostenbaten van een dijkversterking. En kun je in het kader van een dijkversterking uitrekenen wat de optimale norm is. Hè. Voor iedereen die dat zich nog herinnert uit de echte IPO-richtlijn. De normen waren ooit bedoeld als afkeurgrenzen en om aan te toetsen. En op het moment dat je zou gaan versterken, dan zou je moeten kijken wat voor een lokaal gebied een economisch optimale norm is. Nou, vanuit dat gedachtegoed hebben we nu een werkwijze uitgewerkt hoe je dan zo'n norm zou kunnen gaan vaststellen op basis van een kostenbatenanalyse. We hebben een pilot gedraaid, nou, dat heeft het gedaan en we willen nu voor een echte situatie dat gaan toepassen. En dat heeft dan wel weer raakvlakken met visie. En uit die pilot trouwens blijkt dus al wel dat het soms het ietsje robuuster uitvoeren van je versterkingsontwerp heel weinig meer kosten geeft en wel een forse verhoging van het beveiligingsniveau. Nou, dat zou dan vanuit dat opzicht een verhoging van je normen rechtvaardigen. En dat lijkt dan nog vrij eenvoudige resultaten. We hebben ook gezien dat in sommige gevallen, als je hele grote gebieden hebt met heel lage waardig landgebruik, waar een dijk op hele sombige ondergrond is gebouwd, gaat het heel veel geld kosten om zo'n dijk te versterken. En dan kun je bijna afvragen of de norm niet te hoog is en of je dat op een andere manier zou moeten invullen. Nou, dat raakt dan weer de discussies en de visie. En zeker. Daar denken jullie over? Ja, helemaal waar. Vandaag staat dat overigens, dit onderwerp, ook erg op de agenda. Nou, we zien hier natuurlijk een prachtig plaatje van een van de belangrijkste iconen, water-iconen zou je kunnen zeggen, van Nederland. Tot aan het Verre Oosten is dit bekend, want ik weet wel van toen de tijd dat ik nog bij de provincie Zuid-Holland werkte,
dat het programmabureau, wat ook ging over toeristische attracties en recreatie en zo, die zich af en toe, een paar jaar geleden eigenlijk al, zorgen maakte over de enorme hordes Chinezen die allemaal naar Kinderdijk toe willen. Maar Kinderdijk is natuurlijk, het zijn niet alleen een paar mooie schilderachtige molens, het is ook werkelijk het plekje waar het in de Albassenwaard uiteindelijk allemaal naartoe gaat als we het over water hebben. En in dit gebied, en dit is dus ook een pilot, dit gaat ook een pilot worden, daar speelt wat dat betreft de systeemwerking, jij noemde het woord toen straks al even Henk, speelt hier ook volop. Feitelijk is rivierenland aan het uitzoeken van, is een kaderversterking eigenlijk wel altijd het beste antwoord? Of kunnen we het op een andere manier in het systeem opvangen? Veel meer, of ik ga er verder helemaal niks over zeggen, want dan zou ik het gras voor de voeten van Ellen wegmaaien. Die gaat hier de tweede helft van deze ochtend een verhaal over vertellen. Maar bij alles mensen, ook in deze pilots en ook in alle projecten waar jullie allemaal mee bezig zijn, komt het eigenlijk altijd op aan, de eerste plaats, dat je je gezond verstand gebruikt. En Henk heeft daar een mooi voorbeeld van. Zeker, ja, gezond verstand. Ik moet zeggen, in de groep techniek praten we ook wel eens over ons boerenverstand. Maar ik zie dat onze voorzitter Kees de Boer niet aanwezig is. Dus dat is een flauw grapje om nu te maken. Maar gezond verstand is belangrijk. Er zijn veel boezem- en kanaalkaden die tijdens streefpeil gewoon bewijzen voldoende stabiel te zijn. En je zou zo'n observatie gewoon mee willen nemen in je veiligheidstoetsing. Nou, er is een methode voor bewezen sterkte ontwikkeld. Dat heeft Deltares gedaan in de opdracht van het ministerie via Rijkswaterstaat. En die methode hebben we ook getest voor boezemkaden. En die methode die blijkt toepasbaar te zijn. Alleen die vraagt wel heel veel gedetailleerde informatie over je kering. En wat we nu nog proberen te doen is die methode te vereenvoudigen. Zodat je met veel minder informatie toch de veiligheid van zo'n kering kan beoordelen. Die methode is geïnspireerd op de aanpak in Frankrijk voor stuwdammen. Dus die hebben we als werktitel een hele tijd de Franse slag genoemd. Maar dat heeft wat negatieve associatie. Dus dat noemen we nu kwalitatief beoordelen. Dat klinkt toch een stuk sympathieker, maar wel minder internationaal. Dus dat is dan wel weer jammer. Maar als ik het heel kort samenvat, hè, die methode die berust op elementen van bewezen sterkte. En we voegen daar wat kwetsbaarheid ideeën aan toe. Fragility curves, misschien dat jullie die term ondertussen wel eens hebben gehoord. Maar die methode vraagt ook heel veel aandacht voor dat je goed monitort. Dat je veiligheid of je sterkte van de kering niet achteruit gaat door degradatie. Dus zo'n soort wat pragmatische methode vraagt wel dat je heel goed weet wat de staat van je keringen is. En volgens mij, Ferry, besteden jullie daar in visie ook aandacht aan. Ja, je moet goed inzicht hebben in je kering. Niet alleen die ene periode dat je aan het toetsen bent, maar eigenlijk permanent. Daar gaat dit plaatje over. Je kering gezond houden. Nou, de instandhoudingsopgave, zo kun je het ook zeggen. Daar is zo'n zuster eigenlijk ook mee bezig. De patiënt weer gezond te maken en hem vooral ook gezond te houden. Oftewel, de zorgplicht. Wat een mooi woord. Zorgplicht. Nou, dat krijgt vandaag ook volop aandacht. We hebben er vanmiddag een workshop over. Daarin kijken we eigenlijk vooral ook naar de samenwerking tussen de provincie als toezichthouder en het waterschap als beheerder van een regionale kering. En ja, voor wie nog aan het twijfelen is, naar welke workshop zal ik toe gaan. Deze zorgplicht-workshop vanmiddag, daarin staat de vraag centraal. Hoe kan toezicht jou als beheerder helpen bij het uitvoeren van je zorgplicht? Nou, vanmiddag veel meer over. Gaat er nu verder niet over hebben. Volgende onderwerp is weer van Henk. Ja, macrostabiliteit. Want we dachten toen we met ORC 3 begonnen dat we wel een keer klaar waren met dat toetsen. Dat het accent wat meer zou gaan verschuiven naar ontwerpen en beheer en onderhoud met name. Maar je ziet dan toch dat de ontwikkelingen rondom macrostabiliteit hard gaan. En dat het ook voor regionale keringen gewoon nog steeds aandacht vraagt. Dus er zijn toch wat kennisvragen geadresseerd. En daar werken we aan. En om er een paar te noemen. Het niveau van de grondwaterstand in het dijklichaam heeft grote invloed op de brekende stabiliteit. En we proberen daar toch iets in uit te zoeken hoe je dat beter kunt voorspellen. En we hebben wel geconstateerd dat voorspellen op basis van metingen lukt heel goed. Maar dat je dan door heterogeniteit niet zo heel goed weet
hoe het 50 meter verderop is. Dus we werken nu aan een test om het vooral vlakdekkend te kunnen monitoren. Om die voorspelling voor een dwarsprofiel toch wat meer toegevoegde waarde te geven. Verder werken we nog aan een verbetering van de werkwijze voor ongedaneerde stabiliteitsanalyses voor regionale keringen. Vigerend is nog steeds de mol-kolomp aanpak met gedraineerde parameters. Maar om te kunnen verkennen wat de consequenties zouden zijn van een overstap, hebben we daar toch een werkwijze voor gemaakt. En die zijn we nog wat aan het perfectioneren, zou ik haast willen zeggen. En belangrijk daarbij is dat de bezwijktest in de Lenende Boerpolder, die heeft er wel een hoop interessante inzichten opgeleverd. Hè. Als ik het heel kort samenvat, we konden het moment van bezwijken perfect voorspellen. Maar dat konden we voor het best bekende dwarsprofiel van Nederland met gemiddelde waardes. En we hebben die dijk ook nog een beetje kunnen plagen in die weken van tevoren. Zodat we vrij goed wisten hoe de verschillende grondlagen zouden gaan gedragen. Als je zo'n voorspelling probeert te maken met minder informatie of waarbij je onzekerheden begint af te dekken met veiligheden, dan gaat het weer alle kanten op. Dus dat is nog wel een interessante constatering. Maar desniettemin een paar interessante punten die misschien zelfs tot verbeteringen kunnen leiden voor de adviespraktijk. En die werken we verder uit en dan volgt dan nog wel een keer besluitvorming over. En overigens, dat is dan zo fundamenteel dat en Deltares en Rijkswaterstaat daarbij betrokken zullen worden. En ook het ENW zal nodig om advies zal worden gevraagd. En ik noemde al toepasbaarheid van eindige elementenmethode voor stabiliteitsanalyses. Daar werken we ook aan en we gaan een heel mooi voorbeeld uitwerken hoe je zo'n soort som zou moeten maken. En als bijvangst weten we dan ook meteen hoeveel een dijk vervormt. Als je met die critical state sterkte eigenschappen begint te rekenen, wat voor vervormingen praat je dan eigenlijk over? Dus dat gaan we zeker ook daarbij meteen uitzoeken. Dat over stabiliteit. Ferry. Ja, tijd voor een rebus zou ik zeggen. Mag ik het volgende plaatje? Heel goed. Maar ik geef jullie even de tijd om hem rustig op te lossen. Ondertussen richt ik even een woordje tot de dagvoorzitter. Want Ben, ja, je liet ons... Kijk, de zorg voor een dagvoorzitter, dat snappen we allemaal, is natuurlijk altijd... Houden ze zich wel aan het tijdschema, gaan ze niet al te ver uitlopen. Nou, het goede nieuws is, daar gaan we niet, dat heb ik al lang gezien. Maar je liet ons ook 10 minuten eerder beginnen volgens mij, dat was ook helemaal prima. Alleen, we zullen dus ietsje eerder klaar zijn dan volgens het tijdschema. Ik wou dat maar even melden. Pauzes zijn het belangrijkste op zo'n dag. Nou, wat dat betreft worden we allemaal weer uitstekend gefaciliteerd. Trouwens, sowieso met die bossenbollen gelijk, man. Jeetje. Dus de rebus. Weet je het inmiddels? Nee. Ik dacht dat hier het de bloem der natie dat. Nou, oké, ik help wel even. Is ook niet. Een gebak, min bak is goed. Een biels, maar de L is een D. Staat ooit de gebiedsintegratie. Had ik ook goed gerekend, maar helaas. Zie je, die prijs nemen we weer mee naar huis. Precies, ja. Dat drinken wij vanavond. Ja. Oh, hij moet weer even. Ja, daar gaat het. Goed. Gebiedsintegraal werken. Ook beleidsmatig een belangrijk ding. Niet sectoraal, maar snappen dat die dijk een element is in het omliggende landschap. En dat die bovendien ook nog heel veel andere functies heeft. En daar zul je gewoon als beheerder, hoe dan ook, rekening mee moeten houden. Ik heb daar overigens ook nog een mooi plaatje van die dijk als landschappelijk element. Dacht je daarvan? Hè? Ik moet even kijken waar ik ben hoor. Ja, de dijk als landschappelijk element. Staat overigens vanmiddag ook nog op de agenda met die ruimtelijke consequenties of iets dergelijks, ik geloof dat het zo heet. Oké, we hebben het dus over dat een dijk meer is dan alleen maar het waterkerende, dat hij meer functies heeft dan alleen maar die waterkerende functie. En dat is een onderwerp waar ook techniek uiteraard ontzettend mee bezig is. Ja. Heb je een voorbeeld van een niet-waterkerend object? Een niet-waterkerend object? Zeker hebben we dat. En inderdaad, dat houdt ons erg bezig. En we werken aan een leidraad niet-waterkerende objecten. En als ik daar heel kort wat dingen over samenvat. En dan klinkt het misschien een beetje bout. Maar over bomen hebben we geconstateerd
dat er geen enkele waterbouwkundige reden is om een boom op een dijk te willen toestaan. Maar dat het nou eenmaal toch soms wenselijk is dat dat wel bomen op of nabij dijken staan. Dus daar moet je dan toch wat mee. Vanuit die constatering hebben we nu gezegd, we gaan niet verder kijken van hoe kun je dan nog scherper toetsen. Want daar hebben we zo'n beetje al wel het onderste uit de kan gehaald, vinden we zelf. We kijken nu vooral, hoe bepaal je nou of dan zo'n boom echt zo waardevol is dat je zegt, nou, deze verdient een plekje op of nabij de dijk. En als je dat dan verdient, wat zijn dan maatregelen en nog een beetje realistische kosten om uit te geven om zo'n boom dan te sparen en die maatregelen daadwerkelijk te treffen. Over de andere MWO's, kamers, leidingen en bebouwing. Daar hebben we een heel tijdje in een soort spagaat gezeten in de discussie. Tussen aan de ene kant wil je eigenlijk heel eenvoudig kunnen toetsen met zo min mogelijk gegevens. Maar het moet dan niet zo zijn dat je dan vervolgens bij een of andere vergunning aanvraagt niks meer kunt weigeren. Omdat je met het toetsen ook zo pragmatisch jezelf in de regels hebt toegestaan. En dat gaf een soort spagaat waar we in een aantal cirkels steeds niet uitkwamen. We hebben nu een beetje voor een soort alternatief gekozen. Er wordt nu een methode voor bebouwing, kamers en leidingen, ontwikkeld door Rijnland samen met Honders Noorderkwartier. Die wordt ook getest in deze periode. En in september kijken we dan hoe goed die is. En dan beslissen we of we die gaan nationaliseren. En dan neemt STOA die methode over. En dan kijken we of we daar dan binnen een jaar toch een landelijk geldende methode voor kunnen gaan maken. Maar zeggen, die spagaat is, die blijft lastig. En hoe simpeler je wil gaan toetsen, hoe lastiger het gaat worden om voor ontheffingen dingen niet toe te staan. Dus dat is wat wij aan... Want dat Henk dit symbool heeft gekozen... Ik wil dus niet zeggen, ik zeg het maar ter geruststelling, dat hij een zogenaamde pastafari is geworden. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van die kerk van het vliegende spaghetti monster. Waarbij je probeert pasfoto's te laten maken. Dat is echt waar hoor, moet je even op Google als je er nog nooit van hebt gehoord. Dat is heel grappig. Maar in Tsjechië mag je tegenwoordig, want dat is de manier om te laten zien dat je van die tak van geloofssport bent. Mag je een vergiet op je hoofd zetten niet alleen, maar ook als zodanig een officiële pasfoto maken. In Nederland is het verboden. Maar Henk heeft daar dus verder niks mee te maken. Niet van het vliegend spaghetti monster. Mag ik? Maar ik ben zeker geïnteresseerd in de leer ondertussen. Dat snap ik, Ja. Volgende plaatje voor jou. Ja. Oké. Een onderwerp wat ook belangrijk is in de beleidsagenda, maar wat niet een apart spoor is, maar als een soortement van rode draad overal doorheen zit, omdat het onafwendbaar is en we overal tegenkomen. Dus in alle pilots en ook in de andere beleidsvraagstukken die we op een andere manier tackelen. Ja, dat is natuurlijk de klimaatverandering. Nou, zoals je kan zien, die dringt overal door, zelfs in de kledingkast van mijn vrouw. Dus daar moeten we mee omgaan. Dit is natuurlijk iets wat je vooral gebruikt op het moment dat er sprake is van wateroverlast. Maar, ik weet, techniek rekent ook aan en heeft ook zijn aandacht voor juist het tegenovergestelde. Henk? Ja, voor droogte. Maar dan nog even terugpakken, wateroverlast. Hè. Ook extremere neerslag is natuurlijk van belang voor de veiligheid van regionale keringen. Niet zozeer dat het water hoger kan worden voor de dijk, maar ook het grondwater in de dijk. En wat ik al noemde, hè, voor sommige dijken is dat echt een significante belasting. Dus in dat opzicht is klimaatverandering relevant voor ons. Maar daar werkt dus wel, of daar loopt wel dat onderzoek naar de grondwaterstand in de dijk naar. En dan droogte zelf, daar worstelen we trouwens al wat langer mee. We hebben in de vorige fase van ORC al een maatlat ontwikkeld voor de meteorologische droogte. En die kun je van verschillende tijdshorizonten vervolgens vaststellen. Alleen het punt is, we weten niet zo goed hoe snel een veendijk nou eigenlijk uitdroogt. Dus je kunt een extreem droge dag hebben, nou, dan droogt de dijk niet zo heel erg van uit. Je kunt een extreem droge periode van 3 maanden hebben. Nou, dat is toch wel wat gevoeliger of wat belangrijker voor een dijk. Maar wat nou precies die periode is, dat weten we niet. Dus dat proces van verdrogen, dat proberen we nu te onderzoeken. En daarvoor gaan we volgend jaar een pilot doen. En het idee is daar ook weer, hè, dat toch het lastige van je meet iets in een bepaalde raai. En wat zegt het van het stuk verderop? Dus we proberen dat vanuit de satelliet met vlakdekkend monitoringstechniek te doen. En kijken of we dan beter kunnen kijken hoe verloopt dat proces. En als we dat dan goed kunnen monitoren, dan kunnen we ook toe naar een situatie waarin we die belastingssituatie droogte echt norm afhankelijk kunnen gaan bepalen en gaan schematiseren. En onze sommetjes daar mee gaan maken.
Dat is het ideaalbeeld. Het is nog niet helemaal vanzelfsprekend dat we dat gaan bereiken. Want het is toch wel complex, merk. Wat vind ik over klimaatverandering? Ja, dat was jouw laatste sheet. Dat is mijn laatste sheet, ja. Oké, dan komt nu de allerlaatste sheet. Laat hem alvast maar zien. Dat is namelijk het bruggetje naar het vervolg. Dat ga ik zo maken. Maar eerst nog eventjes samengevat. Ik heb dus verteld over de beleidssporen. Ik heb de technische agenda uitgelegd. Aan beleidssporen heb ik genoemd. Normeren, meerlaagsveiligheid, systeemwerking, zorgplicht, gebiedsintegraal werken. En dat dan alles overgoten met die saus van klimaatadaptatie. Dan is er één beleidsspoor dat ik nog niet heb genoemd. En bepaalt niet het minste beleidsspoor. Want wanneer is iets nou eigenlijk een regionale kering? Daar is goed over nagedacht. Op veel plekken, maar zeker ook in het Zuid-Hollandse. Door de provincie en de Zuid-Hollandse waterschappen. En daarover gaat nu de volgende presentatie. Laura en Richard die gaan ons vertellen wat ze hebben gedaan. En vooral ook tot welk eindproduct dat heeft geleid. Voor dit moment dank voor jullie aandacht. En als er nog vragen zijn, wij zijn hier nog vandaag wel een paar uurtjes, dus schiet ons rustig aan. Dank u zeer.